de affaire van Joris Demming. Kent u die affaire? Kent u de affaire Joris Demming? Nee. Hey, het is goed dat je uit de politiek bent weggegaan. Ja. Hier, dus, dat wil je gewoon niet uitzoeken. Nee. Ga je lekker thuis. Nee. Dag jongens. Wil je waarom is Christa van Velsen nooit meer? Ga je nou weg of niet? Nee, ik blijf bij u staan. Hoeveel gewoon? Waarom is Christa van Velsen nooit meer terug? Ik loop hier privé en nou ben ik. Op sodemieteren. Wilt u van mijn camera afblijven? Op sodemieteren. Je ziet er heel mooi uit, Femke. Dankjewel. Mooie, ja, goed zo, een beetje schoudertjes naar achter zo. Bosjes naar voren. Ja. Ja, leuk. Hè? Ze kon wat hebben en ze was grappig. Ik vond het echt altijd grappig. Overigens was ze wel al de laatste tijd toch wat minder grappig. Je zag wel dat ze wat minder goed in de vel zat. Ze liep een beetje nukkig door de kamer de laatste tijd. Zo draaiden wij haar altijd, interviewden we haar altijd met draaiende camera. We hebben niet anders gewerkt. En ineens mocht dat dan niet, dan vond ze dat niet leuk. Sorry jongens, ik ben inderdaad ook zo vermoeid. Ze zouden dat soort. Nou, laat maar eens. Ja? Oké. Okay. Ja? Heel succes. Oké, joe. Mevrouw Halsma, zou ik wel een korte vraag mogen stellen? Waar ben je van? Ik ben van JD-TV. Wat is dat? Joris Demming TV. Ik weet niet of u daar wel eens van gehoord heeft. Wie ben jij? Hoe heet je? Ik heet Erik. En wat is je achternaam? Hoezo, wilt u dat weten? Erik Donk? Draait hij al? Ja, hij draait al. Maar nee, ik vind het fijn als je me vraagt dat je nog niet draait. Oké. Okay. En dat je pas gaat draaien nadat ik toestemming heb. Oké, ik denk dat toen het extra komt. En die toestemming krijg je niet. Oké. Nee, ik denk, ik kom net over kinderen in de derde wereld. En ik weet niet of je de affaire Demming kent. Ja. Zullen we eventjes. Sorry. Pardon? Nee. Oké. Ik wens niet overvallen te worden door camera's. En u doet het nu weer. Pardon, ja, u bent toch een publiciteitsbeheer? Oké, ja. Het is ook. Het is die agenda Paul de Roos, staat ook achter. Kom op, mevrouw Halsma, het is openbaar terrein. U bent op campagne. Alleen een paar vragen, mevrouw Halsma. Zo erg is dat toch niet? Ja, oké. Sorry. Ben je priester, secretaris-generaal? Kinderporno maken ze allemaal. Soms nagelt men er niemand aan de schandpaal. Maar meestal zijn de sancties marginaal. TV praten ze harde en stoere taal. Maar het zijn vieze mannetjes, gladder dan een aal. Wekelijks weer met een nieuw kind aan de haal. Maar aan het einde van de oorlog scheren we ze kaal. Het zal best wel vreselijk zijn hoor, waar je mee bezig bent. Maar het is zo obsessief wordt het. Ja, nou ja, ja. Je kan ook Miley Voorstel op dag knuffelen natuurlijk. Maar... Dat is veel leuker hoor. Ja, nou, ik weet het niet hoor. Ik heb zo'n paar hele vervelende uitspraken van erop beeld. Wat dat betreft is het natuurlijk heel vreemd dat meneer Demming zelf geen actie onderneemt door bijvoorbeeld een klacht wegens last of smaad in te dienen tegen de persoon. Dat heeft u wel actie ingediend. Nee, was het op een gegeven moment ook zo. Ik heb dus één keer over de zaak gelezen. Ik dacht, nou ja, het zal wel. Dus ik weet niet precies hoe het verder gaat. Maar het principe zeg maar dat iemand een roddel begint en vervolgens je veroordeeld bent op internet, ik vind dat heel fout. Ja, ja, je moet niet zomaar door de modder gesleept kunnen worden. Dus totdat op een gegeven moment rechter ergens uitspraak over tot die tijd moet ik me er niet mee, wil ik er ook niks over weten. Oké, maar een roddel dat is inderdaad, hè, dat is, hè, zou je zeggen, klinkt heel laag bij de grond. Maar het NOS-journaal, netwerk, Nova, als die daar allemaal vragen over hebben gesteld. Die heb ik er niet over gehoord, want dat is namelijk journalistiek. Een journalist, een echte journalist, die gaat checken, dubbelchecken, dat is niet van twee kanten echt een feit is. Dan komt het niet op de serieuze media. Oké, maar jij hebt dus nog nooit netwerk of Nova of een van of twee vandaag daarover gehoord over deze kwestie. Nee, ik kijk ook niet elke dag naar tv. Oké. Ja, nou, we hebben een eigen YouTube kanaal. Misschien als je daar een keer op kijkt. Dan... Ja, maar dat veronderstelt dat ik geïnteresseerd zou zijn in seksuele escapades van iemand. Nou, ja. Ik hou me liever bezig met gewoon financiën en economische zaken en dingen die ik belangrijk vind. Oké. Ik ben niet, ik hou niet zo van dat, er zijn mensen die er wel geïnteresseerd in zijn, die het leuk vinden, die zich daarmee bezig houden. Ik heb echt andere dingen. Ja, het is natuurlijk helemaal absoluut geen leuk onderwerp, maar Joris Demming is ook niet zomaar iemand. Dat is de secretaris-generaal van justitie. Nou dat iedereen, omdat jij geïnteresseerd bent in deze zaak, dat iedereen geïnteresseerd is in deze zaak? Nou, ik denk omdat meneer Demming een bepaalde publieke functie
functie vervult, dat die wel meer onder de loep hoort te liggen dan een gemiddeld persoon. Nou, succes ermee, maar ik heb er gewoon geen zin in. Oh, ja, ik vind kindermisbruik ook wel goed en zo. Maar ja, je weet niet of het boek is. Waar mis mij dan? Eigenlijk? Met kindermisbruik. Nou, ik laat het hier maar weer bij, hè. Dag. Jij gaat weer de macht teisteren. Maak je een leuk montagefilmpje van? Altijd, jongen. Tot succes. Hey, succes, hè. Hoi. Meneer Demming, misbruikt u nog steeds kinderen? Bent u een pedofiel, meneer Demming? Meneer Demming, heeft u nog laatst een kind misbruikt? Waarom zegt u niks? U wordt betaald met gemeenschapsgeld. Meneer Demming... Misbruikt u kinderen, meneer Demming? Bent u een pedofiel? U verdient 180.000 per jaar, meneer Demming. Wat doet u met dat geld? Pinocchio Bar. Kent u Frank Leenders, meneer Demming? Kent u Frank Leenders? Meneer Demming?